Fonds, oefenwedstrijd 8 gewonnen. Ik begin een beetje patronen te zien in je opstelling. Is dat zo? Bakker, Meijer, Schorter. Ja, goed. We hoeven niet moeilijk over te doen dat Aaron een vaste waarde is. En ja, dat geldt natuurlijk ook voor een Danny Bakker. Ja, dat zijn natuurlijk jongens die of vorig jaar onder mijn leiding al meer dan goed hebben gepresteerd. Dus je hebt altijd een aantal vaste waarden in een elftal. En daar horen die twee zeker bij. Tevreden voor, over vandaag? Deels. Je ziet altijd wel goede dingen ook in een wedstrijd. Maar ook wel zaken waarin je zegt van oké, dat moet beter. Ja, we hebben tegen een totaal ander systeem gespeeld. Een 3-5-2 formatie bij de tegenpartij. En moesten toch wel even zoeken in de eerste helft. En in de rust hebben we er over gesproken met de jongens. En daarna vond ik dat het beter stond. Hebben we nauwelijks nog een kans weggegeven. En ja, dan zie je ook wel gelukkig weer lichtpuntjes in een wedstrijd. En ja, Trevor David bijvoorbeeld goed gedaan aan de rechterkant. Ja, Meijers aan de linkerkant. En dat zijn wel leuke dingen om te zien. En Swinkels weer duidelijk ook op zijn post. En er zijn altijd dingen in een wedstrijd waar je tevreden over bent. En ja, dat is belangrijk. En ja, nog steeds is er natuurlijk sprake van nog een kleine disbalans in de groep. Ja, daar zijn we hard aan het werken. Dus ik mis er nog wat creativiteit op het middenveld. En voorin moet er ook nog iets gebeuren. Dat is allemaal duidelijk vanaf de eerste week. En daar werken we hard aan. En, dus daar hebben we ook nog 3 weken voor. Je laat vandaag nieuwkomer Hooy debuteren. Hoe zie jij hem? Middenvelder, aanvaller? Nou, hij kan op deze positie wel uit de voeten. Al kwam het ook wel zo nu uit door de tegenstander dat hij ook wel vaak als rechter middenvelder terecht kwam. In ieder geval moest hij echt veel werk leveren ook op het middenveld. Ik denk dat hij toch het beste vanaf de zijkanten kan komen, links of rechts. En dat hij zijn snelheid kan benutten. En ik denk dat daar met name wel zijn kracht ligt. En echt als middenvelder, als nummer 10, zou hij ook kunnen. Al heb ik daar persoonlijk liever ook een hele creatieve 10. Die ook dan echt mensen wegsteekt, zoals Kayati bijvoorbeeld. Hoe staat het met hem? Ja, ik denk, volgens mij is hij gezond en prima in orde. Maar, hij mag weg, kost dan niks. Ja, nee, maar ik noem die naam omdat hij natuurlijk ons veel plezier heeft bezorgd in die laatste maanden. Maar het is ook niet makkelijk om hem te krijgen. Want er zijn meer clubs, zijn er denk ik op uit om hem vast te leggen. Dus het is niet zo 1, 2, 3 gelukt. Maar de bal ligt wel bij hem, hij heeft wel een aanbieding op zak. Ja, we hebben wel met hem gesproken uiteraard. We zijn ook allemaal liefhebber van hem. En hij moet ook niet vergeten dat ADO hem ook weer op de kaart heeft gezet. Dus als het aan mij ligt, is dat wel een speler die we nog kunnen gebruiken. Gaat hij mee naar China? Nee, absoluut niet. Nee, dat gaat ons nooit meer lukken. Ook niet met de visum. Hè. En Kanon, want ik zag hem vandaag in het nieuwe ADO-shirt. Dat geeft toch een beetje het gevoel dat er schot in de zaak zit. Ja, is ook een speler die natuurlijk bij ADO hoort. En die we ook uitstekend kunnen gebruiken, maar... Ja, je weet ook dat er zit een heel verhaal aan vast. En daar zal ik niet over uitweiden. Maar het is niet zo 1, 2, 3 geregeld. In Nederland zijn er zoveel regels en wetten. Kijk, ze moeten toch overal ook aan het werk weer blijven. Dus vandaar dat daar wat tijd in gaat zitten. Maar ik heb nog steeds wel de hoop dat het goed komt. Gaat hij China halen? Ja, dat is ook de vraag. Dat is ook de vraag. Op dit moment, moet ik heel eerlijk zeggen, kan ik er geen antwoord op geven. Dan zag ik vandaag ook Lamproe op de tribune zitten. Nou, die heb ik in ieder geval niet gezien. Hij was er? Ja, nou prima. Ook daar zijn we natuurlijk nog aan het kijken. Het is heel simpel. Er is een goede keeper weg in Zetkoes. Koremans doet het uitstekend op de training. Ik ben heel tevreden over Swinkels. Maar we willen er graag nog één bij. En, ook daar zijn we goed naar aan het kijken. En, wat mij betreft hoop ik daar snel duidelijkheid over te geven. Maar... Ik heb in ieder geval niet gesproken met Lamproe. Staat hij wel op het lijstje? Ik heb geen keeperslijstje. Dus ik ben niet zo. Ik schoot er graag op die keepers vroeger. Maar dan moet je echt aan Raymond Mulder vragen. Dat is de expert. Ik geloof in specialisme, maar een keeper moet voor mij een bal tegenhouden. En hij moet hem goed uit kunnen gooien. En daar ben ik wel heel gauw tevreden. Dat heeft hij bewezen bij Willem II. Ja, en Swinkels ook bij ons. Nog één ding, China. Heb je er zin in? Ja, ik vind het wel leuk. Het is een mooi aspect van ons werk, hè, dat we dit soort steden kunnen bezoeken. Ik ben in Afrika geweest door het voetbal. Ik ben eigenlijk overal geweest door het voetbal, maar daar nog niet.
Ja, dus het is denk ik goed. Ook voor de jongens, een beetje algemene ontwikkeling, dus het kan geen kwaad. Dus ik vind het een hele mooie trip. En dat heb ik net ook tegen je collega gezegd. We moeten niet altijd kijken naar wat er een nadeel van is, hè, bijvoorbeeld vermoeidheid. Ja, daar moet je overheen stappen als speler. Joh. Het zijn maar jonge gasten, dus dat komt wel goed. Jij bent niet meer zo jong, toch? Jawel. Oh. Ja, tuurlijk. Weet je dat niet? Nee joh, jong van geest. Dus het komt helemaal goed. Veel plezier. Dank je wel.